De Nederlandse opstand ontwikkelde zich van vrijwel hopeloos in 1588 tot vrijwel gewonnen in 1598. Onder meer dankzij de politieke bekwaamheid van Johan van Oldenbarneveld en de militaire bekwaamheid van Maurits van Nassau. De oorlog hield het zuiden en oosten van de Nederlanden nog wel stevig in zijn greep. Maar in Holland en Zeeland leek de oorlog ver weg en draaide de economie alweer snel op volle toeren. Hoewel de meningen verdeeld waren over de vraag of dat ondanks of dankzij de oorlog was, waren veel mensen toch wel behoorlijk oorlogsmoe. En in het voorjaar van 1609 werd er een wapenstilstand gesloten met de Spanjaarden, voor de duur van 12 jaar. Er waren toen weliswaar geen 40, maar 41 jaar verstreken sinds het begin van de oorlog, maar toch zagen de Calvinisten duidelijke parallellen met het volk Israël uit het Oude Testament. De tocht door de woestijn is voorbij. Het beloofde land ligt voor ons, preekten de dominees. Vooral door de vluchtelingen en immigranten die naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kwamen, maakten de Hollandse steden een enorme groeispurt door. Amsterdam bijvoorbeeld groeide van 30.000 inwoners in 1578 tot 108.000 in 1622. Maar ook andere Hollandse steden groeiden explosief. De immigranten werden aangetrokken door de gunstige economische situatie die door hun komst nog verder verbeterde, omdat zij geld en kennis meebrachten. Holland en Zeeland hadden in de 16e eeuw al een centrale positie verworven in de doorvoerhandel tussen Noord- en Zuid-Europa en tussen Oost en West. Rond 1610 nam Amsterdam de positie als voornaamste handelscentrum van Noordwest-Europa van Antwerpen over. Nederlandse vrachtvaarders domineerden de zeeën. Amsterdam werd het centrum van het internationale betalingsverkeer. De vissersvloot van de Republiek behoorde tot de grootste en de productiviteit in de agrarische sector tot de hoogste van Europa. De nijverheid bracht heel veel verschillende producten voort die gemaakt werden van grondstoffen en landbouwproducten uit de hele wereld. Kortom, de Republiek werd een economische grootmacht en een van de rijkste landen ter wereld. De Nederlanden waren enorm verstedelijkt. De steden vormden dan ook de basis van het bestel. De besturen van de steden hadden een grote macht en onafhankelijkheid. In iedere provincie was het bestuur van de steden anders geregeld, maar in de steden van Holland, verreweg de belangrijkste provincie, hadden de regenten het voor het zeggen. De regenten waren daar dus de bestuurders van de stad. Zij waren afkomstig uit oude adellijke families of uit oude koopmansgeslachten, die de stedelijke elite vormden, waaruit ook steeds de nieuwe regenten of andere belangrijke ambtsdragers werden gekozen. Daardoor maakten anderen geen kans en behielden de regentenfamilies generaties lang hun macht. Hoewel de bestuurders in de steden van de Zeven Verenigde Nederlanden hun land een republiek noemden, was het bestuur ervan in feite een oligarchie, een regering van een beperkt aantal rijke families. De steden, Amsterdam voorop, werden geregeerd door een koopmanselite. In elke stad zetelde de stadsregering in het stadhuis of raadhuis. Daar waren aparte ruimtes voor de verschillende geledingen en functies van het bestuur, zoals bijvoorbeeld hier in Enkhuizen. Heel bijzonder aan dit stadhuis is dat de oorspronkelijke 17e eeuwse decoratie bewaard is gebleven en we daardoor nog goed kunnen zien hoe de bestuurders van de stad zich door middel van verhalen uit de oudheid en allegorische voorstellingen aan hun bezoekers wilden presenteren.
In de burgemeesterskamer zetelden de vier burgemeesters, die verantwoordelijk waren voor het dagelijks bestuur van de stad. Hun kamer is onder meer versierd met een voorstelling van het kiezen van de burgemeesters, links van de schouw, een allegorie van de liefde en de gelukzaligheid boven de schouw en de aanvaarding van het burgemeestersambt rechts daarvan. Op het plafond zien we een allegorie van de geestkracht en de liefde. In de schepenkamer werd recht gesproken door de schout en zeven schepenen. Daar zien we een allegorie van de waarheid die door de tijd wordt onthuld. Bij haar is de rede die het bedrog en de tweedracht verjaagt. Het schoorsteenstuk toont hier vrouwe Justitia, de personificatie van de rechterlijke macht. In de vroedschapskamer vergaderde de vroedschap of raad, een college van regenten dat de burgemeesters adviseerde bij belangrijke beslissingen en toezicht hield op belastingen. In de vroedschap werd men voor het leven benoemd. De leden van de vroedschap kozen uit hun midden jaarlijks de nieuwe burgemeesters, de schout en de schepenen. Op de centrale plafondschildering zien we de stedenmaagd Enkhuizen met in de ene hand een wapenschild en in de andere een weegschaal. Op haar hoofd heeft zij de stedenkroon. Naast haar zit de eendracht die omarmd wordt door de rede. Onder hen zit wijsheid in de gedaante van Minerva. Steden zoals Enkhuizen hadden een afvaardiging in de gewestelijke staten. De gewestelijke staten regelden het bestuur van de provincie, bijvoorbeeld de rechtspraak, de belastingen en kerkelijke zaken. In Holland waren er 18 steden vertegenwoordigd in de gewestelijke staten. Daarnaast was er ook een afgevaardigde van de ridderschap, die ook het platteland vertegenwoordigde. De gewestelijke staten van alle zeven provincies hadden op hun beurt weer een afvaardiging in de Staten-Generaal, het bestuur over het hele land, dat wil zeggen over al de zeven verenigde provincies. De Staten-Generaal gingen alleen over buitenlandse politiek en defensie en hadden dus maar een beperkte macht. Er was niet eens een nationale wetgeving. Dan was er nog de raadspensionaris. Dat was de hoogste bestuursambtenaar, een soort minister-president. De belangrijkste ambtenaar was de stadhouder. Tot hij werd vermoord in 1584 was Willem van Oranje stadhouder. Daarna zijn zoon Maurits van Nassau. Hij was formeel ambtenaar van de Staten-Generaal, maar had vanwege het prestige van het Huis van Oranje, als bevelhebber van leger en vloot, en via zijn stem bij de benoemingen van stedelijke bestuurders, een zeer belangrijke positie. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd dus bestuurd door burgers. Dat was in die tijd heel bijzonder. Hier was geen koning en de adel had vergeleken met het buitenland weinig te vertellen. Katholieke geestelijken hadden hier al helemaal geen invloed meer. In de Republiek lag de meeste macht dus in handen van de stadsregenten, die weliswaar een hechte elitegroep vormden, maar die letterlijk en figuurlijk op geringe afstand stonden van de gewone burgers, die ze dus graag te vriend wilden houden. Niet iedereen in de stad was burger en burger werd je niet zomaar. Je kon het burgerrecht erven van je ouders, maar als die geen burger waren of je van buiten de stad kwam, moest je het burgerrecht kopen. Hoewel je burger moest zijn om een ambt te bekleden of tot een gilde toe te treden, begon 90% van de immigranten daar niet aan. In Amsterdam was in de eerste helft van de 17e eeuw ongeveer een kwart van de mensen burger. Burgers werden ook wel poorters genoemd. Veel van die burgers behoorden, als ze tenminste man waren, ook tot de schutterij of het schuttersgilde. Schutters hadden een gewoon beroep in de burgermaatschappij, maar daarnaast werden ze zo nu en dan ingezet voor het bewaken en bewaren van orde, rust en veiligheid van de burgers. In de praktijk bleef dat meestal beperkt tot het eenmaal per maand lopen van de nachtwacht onder leiding van een officier.
Om lid van de schutterij te kunnen worden, moest men burger of poorter zijn van de stad en zelf de uitrusting betalen. Arme mensen werden op die manier uitgesloten. De officieren van de schutterij werden benoemd door het stadsbestuur. De bestuurders benoemden natuurlijk altijd hun vrienden tot officieren, zodat ze er tamelijk zeker van konden zijn dat de schutterij ook in tijden van oproer aan hun kant zou blijven staan. Behalve in het bewaren van de orde waren de schutters ook goed in feesten. Voor de teambuilding hielden ze zo nu en dan een optocht door de stad, maar hun voorkeur ging uit naar samen eten en drinken. Daarvoor hadden ze hun clubhuis, de Doelen. Dit is de poort van de Sint-Sebastiaansdoelen in Horen. Dit waren doelen voor handboogschutters. Er bestonden ook doelen voor schutters met kruisbogen en voor schutters met musketgeweren of klovers, de kloveniers. De doelen heten zo omdat bij de gebouwen een schietbaan of doelenveld was, waar de schutters konden oefenen door op doelen te schieten. De doelen waren dus bestemd voor vergaderingen, voor schietoefeningen, maar vooral voor genoegelijk samen zijn. De officieren lieten zich graag portretteren als een groep tijdens de schuttersmaaltijd. De voltooide schilderijen, de zogenaamde schuttersstukken, werden opgehangen in de doelen. In de doelen van Horen hingen alleen al van schilder Jan Albertszoon Rotius 8 grote schuttersstukken zoals dit. Naast de schutterijen waren de gilden een belangrijke verenigingsvorm in de steden van de Republiek. Al in de middeleeuwen hadden mensen met dezelfde handel, hetzelfde werk of hetzelfde ambacht zich aaneengesloten tot een soort beroepsverenigingen, met als doel de leden van die verenigingen met hun gezinnen te beschermen. Alles werd geregeld in het gilde, zoals de hoogte van het loon, de prijs en de kwaliteit van de producten en ook de werktijden. Dit zorgde voor eerlijke concurrentie. 1 of 2 dekens, bijgestaan door overlieden, vormden het gildebestuur dat 1 keer per week bij elkaar kwam om te vergaderen en, natuurlijk, om te eten. De grotere en rijkere gilden hadden een gildehuis, een soort verenigingsgebouw. Wie een vak wilde leren, moest in de leer bij een meester die lid van een gilde was. De leerjongens waren bij de meester in de kost. Na hun tijd als leerjongen werden ze bij een andere meester gezel. Ten slotte konden ze door een meesterproef zelf meester worden, als ze tenminste genoeg geld hadden voor de inkoopsom die ze dan moesten betalen. Ieder jaar was er op de naamdag van de beschermheilige een groot feest dat wel 2 dagen kon duren. En elk gilde had een steunfonds om in de behoeften van oude, zieke en verarmde leden te voorzien. Schilders, zoals Rembrandt, waren meestal lid van het Sint-Lucas-gilde. Volgens een oude legende had de evangelist Lucas in de 1e eeuw eigenhandig een portret van Maria met het kindje Jezus geschilderd. Daarom was Lucas de schutspatroon van de schilders. De zetel van het Amsterdamse Lucas-gilde was in De Waag. Dit is Rembrandts begrafenispenning uit 1634 van het Amsterdamse Sint-Lucas-gilde. Ieder lid moest zijn penning afgeven bij de begrafenis van een gildebroeder als bewijs van zijn aanwezigheid. Rembrandt hoorde, dankzij zijn grote succes, tot de hogere middenklasse, maar door de elite werd hij nooit geaccepteerd. Dat zal met zijn eenvoudige afkomst te maken hebben gehad. Hij was immers slechts de zoon van een molenaar, maar waarschijnlijk ook wel met zijn lompe karakter. In een stad als Amsterdam behoorde zo'n 10% van de mensen tot de elite en hogere middenklasse, 30% tot de middenklassen, 10% tot het dienstpersoneel en de overige 50% bestond uit loonarbeiders. In de Republiek was volop werk en de lonen lagen er relatief hoog. Toch hadden de arbeiders er een onzeker bestaan. Ze werden bijna altijd per week of per dag ingehuurd. Er was niet veel tegenslag voor nodig om hen en hun gezinnen in armoede te laten vallen.
Dan was er voor hen geen steunfonds, zoals voor de mensen die tot een gilde behoorden. Zij moesten naar de bedeling. Het aantal mensen dat daar gebruik van moest maken, schommelde rond de 10% van de bevolking. Als ze zich netjes gedroegen, kregen ze wekelijks een uitkering van een paar stuivers, enkele broden en wat boter, en in de winter turf voor in de kachel. De stadsbestuurders lieten niemand in de kou staan, en daar waren ze trots op. De stedelijke overheden namen hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van de inwoners van hun stad heel serieus. Mensen die buiten hun schuld niet voor zichzelf of hun gezin konden zorgen, konden dus een beroep doen op de bedeling. Voor de mensen die niet thuis konden wonen, de zieken, de zwakzinnigen, de wezen en de bejaarden, werden speciale tehuizen gesticht. Heel vaak werden daar de gebouwen van katholieke kloosters voor gebruikt, die door de protestanten waren opgeheven. In welk tehuis je als behoeftige terecht kwam, hing natuurlijk af van je probleem of gebrek, maar ook van je leeftijd, geslacht, geloof en sociale positie. Er was dus een enorme variatie aan tehuizen. In een stad als Hoorn bijvoorbeeld vinden we nu nog het Sint-Jans-gasthuis, een ziekenhuis uit de 16e eeuw, de Sint-Pietershof, een oude mannen- en vrouwenhuis en tuchthuis voor zwakzinnigen, het gebouw van het door de protestanten opgeheven katholieke kruisherenklooster werd hiervoor gedeeltelijk hergebruikt, het burgerweeshuis voor protestantse kinderen zonder ouders waarvan er wel tenminste één poorter of burger moest zijn geweest. Het is gevestigd in het voormalige Mariaklooster. Het oude vrouwenhuis, de naam zegt het al en de beelden boven de ingang laten het nog eens zien. Het staat op het terrein van het voormalige Geerteklooster. Het Klaas Stapelhofje, dat bestaat uit huisjes rond een binnentuin, in de 17e eeuw bewoond door oude dames die niet meer voor zichzelf konden zorgen. Om in het hofje te mogen wonen, moesten de vrouwen gereformeerd, remonstrants of doopsgezind zijn. Het huiszittende armenweeshuis, een weeshuis dat werd gevestigd in een voormalig pesthuis. Het Rooms-Katholieke Wees- en Oudeliedenhuis. En het Protestantse Diaconiehuis, een armenhuis dat werd gerund door de protestantse kerken. Alle tehuizen en hofjes werden bestuurd door colleges van regenten, die in de gebouwen regentenkamers hadden waarin zij konden vergaderen. Die kamers waren vaak mooi versierd met een grote schouw, goud leerbehang en plafondschilderingen. Het regentschap was een prestigieuze erebaan. Net als de overlieden van de gildes lieten de regenten daarom graag groepsportretten van zichzelf maken in hun rol als bestuurder of bij het inschrijven van nieuwe cliënten, zoals hier bij het Walenweeshuis in Amsterdam. Het regentenstuk of regentessenstuk is naast het schutterstuk de meest voorkomende vorm van het groepsportret in de 17e eeuw. De regentenstukken werden uiteraard opgehangen in de regentenkamers. De tehuizen kregen hun inkomsten door collectes en andere giften. Wie in de Kalverstraat in Amsterdam de wezenpoort van het burgerweeshuis passeerde, werd door middel van een vers opgeroepen wat geld te doneren. Wij groeien vast in tal en last, ons tweede vaders klagen, ai ga niet voort door deze poort of helpt een luttel dragen. Van veel gebouwen die inmiddels zijn verdwenen, bestaan de poorten nog wel en die vertellen vaak een heel verhaal. Dit is de Rasphuispoort in Amsterdam. In de 17e eeuw gaf deze poort toegang tot een soort gevangenis die was gevestigd in het voormalige Clarissenklooster. In het Rasphuis moesten jongens en mannen die gevangen waren genomen voor straf hout van de tropische Brazilboom tot poeder raspen. Voor de bereiding van de rode verfstof Brazil. Dat was een zwaar en eentonig werk. Het Rasphuis was een bekende attractie in de stad die je tegen een geringe vergoeding kon bezoeken om te zien wat er zou gebeuren als je je niet goed gedroeg. Een leuk en leerzaam uitje voor de kinderen. Tijdens kermissen was de toegang gratis.
De vrouwelijke figuur in het midden van de beeldengroep staat voor de stad Amsterdam. De tekst onder haar voeten betekent afstraffing. In haar rechterhand heeft ze een geesel, een soort zweep. De mannen links en rechts zijn geketend en wenden zich van haar af. Onder deze beeldengroep zien we een voorstelling in relief van een kar die getrokken wordt door wilde dieren. De wagenmenner op de kar geeselt de dieren met een zweep om ze te laten gehoorzamen. De Latijnse tekst erboven betekent: het is een deugd om te temmen wat vrees inboezemt. De gevangenen in het rasphuis moesten, net als deze wilde dieren, worden getemd. De poort is omstreeks 1603 gemaakt in de destijds beroemde steenhouwerij van Hendrik de Keizer, in een stijl die het Hollands klassicisme wordt genoemd, een variant van de barok. Hoewel het Hollands klassicisme veel soberder was dan de Italiaanse barok, zien we in deze poort toch veel barokke kenmerken, zoals de dramatisch weergegeven voorstellingen, de rijke decoratie, de sterke suggestie van beweging, het sterke licht-donker contrast door de dieptewerking van het relief, het variëren op klassieke elementen en een levensechte stofuitdrukking, anatomie en plasticiteit. In steden waar markt werd gehouden was meestal ook een waag. De goederen die naar de markt werden gebracht om verkocht te worden, werden daar eerst gemeten, geteld of gewogen, waarna de waagmeester aan de hand van die hoeveelheid vaststelde hoeveel belasting er betaald moest worden. Vlees en vis werden vanwege de hygiëne vaak in overdekte ruimtes verkocht. Voor vlees was er de vleeshal, zoals hier in Utrecht. En voor de verkoop van vis was er de visbank of vishal, zoals deze in Amersfoort. Het pronkstuk van iedere Nederlandse stad was toch wel het stadhuis, ook wel raadhuis genoemd. Daar was de wereldlijke macht gevestigd en dat moest iedereen kunnen zien. In de begintijd van de Republiek was men nog dol op de overdadige protserigheid van de late Renaissance, zoals hier te zien is bij het stadhuis van Leiden uit 1597. In de loop van de 17e eeuw werd de soberdere vormentaal van het Hollands klassicisme populair in de Nederlanden. We zagen al het stadhuis van Enkhuizen, dat is gebouwd in deze stijl. Maar het beroemdste stadhuis van Nederland is natuurlijk het stadhuis van Amsterdam, dat nu als Paleis op de Dam bekend staat. Daar gaan we in de volgende video uitvoerig naar kijken. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet je te abonneren op ons kanaal en deze video te liken. En natuurlijk graag tot de volgende keer.